gaat aardig goed. Ik heb al aardig wat wedstrijden gespeeld in Jong natuurlijk. Het is mijn eerste jaar in Jong. En ja, het is wel een beetje wennen, maar ik vind het, ik vind het goed gaan. En ja, af en toe moet ik met de A1 meedoen voor de Youth League. Dus dat is af en toe dan even kijken waar ik de A1 kan helpen. Maar tot nu toe ben ik wel tevreden over mijn seizoen. Het is natuurlijk veel fysieker. Dat op één en ja, uitwedstrijden en thuiswedstrijden is natuurlijk een groot verschil. In de jeugd merk je daar niet zo super veel van. En ja, op dit niveau merk je dat toch wel. Ik heb tot nu toe eigenlijk altijd op 3 gespeeld bij Ajax. Dus daar denk ik wel dat ik het beste ben. Maar ik kan ook uit de voet op rechtsback. Ik denk dat ik snel ben voor een verdediger. Verdedigend gewoon sterk. En ja, voetballend kan ik ook gewoon goed meegaan in het spel. Ik denk dat we gewoon goed begonnen. We komen op 1-0 voor. En ja, snel tegen goal. En dan denk ik dat door individuele fouten. Waaronder eentje helaas van mij. Ja, dat we eigenlijk de geloof bij hun erin brengen. En ja, dan gaat het publiek erachter staan. En ja, dan moet je eigenlijk gewoon rustig blijven. En ja, dan krijgen we snel die goals tegen. En dan ja, wordt het lastig. Ik kreeg die bal een beetje naast me. Dus in mijn... ja, voor mijn idee dacht ik dat ik gelijk naar achter moest, dat de bedoeling was. En ja, 2 man van Go Ahead volgens mij waren gewoon op de loer voor die bal. En ja, hij onderschepte hem en hij schiet hem binnen. Op dat moment ja, denk je gewoon aan het moment en wat je beter had kunnen doen. Maar ja, je moet gewoon doorgaan. En ik dacht bij mezelf van ja, het is gebeurd. Het is, ja, helaas dat het bij mij gebeurd. En ja, ik moet gewoon doorgaan en ja, dat heb ik geprobeerd. Ja, natuurlijk kan je op dat moment door de grond zakken, maar ja, je moet toch door. Kop niet omlaag gooien. Het is gebeurd, ik kan er niks meer aan doen. De volgende bal telt. Ja, het is nu een keer gebeurd en ja, daar moet ik van leren. Het stond toen nog 2-1 en dan kan het, ja, je kan het nog draaien, want het is nog maar 1 doelpunt natuurlijk. En ja, gewoon door blijven gaan en ja, dat eigenlijk, vooral dat. Volgens mij kwam die links, half links buiten schuin naar binnen. En Deo liep met hem mee en hij maakte een sliding. En ik weet niet precies of hij die bal voor tikte of helemaal niet. Maar ik weet niet of het een rode kaart zou moeten zijn. In mijn ogen geel, maar ja, de scheidsgever rood en ja, dan moet je verder gaan. Helaas, we hadden wel een paar mogelijkheden, maar ja, vandaag was het niet onze dag. We moeten gewoon weer door naar volgende week en ja, volgende week staat een nieuwe wedstrijd. En dan kunnen we weer laten zien ja, wat Jong Ajax kan en hoe goed we zijn.